Minister van Onderwijs Hilde Krivits wil het M-decreet aanpassen. Wat is het M-decreet? De M staat voor maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het werd ingevoerd in 2015. Dankzij het M-decreet hebben kinderen met gedragsproblemen of een mentale handicap het recht om in een gewone schoolles te volgen. Deze kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig dan de andere leerlingen en dat zorgt voor problemen. De leerkracht moet zich te veel focussen op de kinderen met een beperking. Daardoor krijgen de andere kinderen niet genoeg begeleiding. Er zijn dus meerdere leerkrachten nodig voor één klas. Hilde Krivits belooft nu dat scholen sneller hulp zullen krijgen van hulpleerkrachten, therapeuten of andere experten om overbelaste leerkrachten bij te staan. Lukt het voor het kind met een beperking nog altijd niet in de klas? Dan moet het makkelijker worden om over te schakelen naar het buitengewoon onderwijs. Vandaag moet de leerkracht met harde bewijzen aantonen dat het kind beter zou presteren in het buitengewoon onderwijs. In de toekomst wil Hilde Krivits die overschakeling vlotter laten verlopen.